Popjes van papier. Hey, die dirty Caroline, laten hun geheimje zien. 1, 2, 3, 4, wel driest is het hier. Minister, sportman of artiest, wie ze was goed is het feest. 1, 2, 3, 4, heel veel kijkplezier. Zo gaan de gitaren. Dag mensen, ik ben net Kees Brusse. Ze hebben me gevraagd of ik een gastrolletje wil spelen in de poppenstory. Ze zeiden tegen me, zeg maar wat, en op een gegeven moment moet je de tv aandoen. Nou, ik zal het doen. Nou, wat zal ik nou eens even zeggen? Nou, ik weet even niks te zeggen hoor mensen, ik weet niks leuks. Maar nou, dan zet ik de tv maar aan. Oh, mensen, moet u nou eens hier luisteren wat er gebeurd is. Er is een ramp gebeurd in de buurt van Benidorm. En er is een bus met bekende Nederlanders verongelukt, omdat het miste. Helemaal naar beneden gekukeld in de mist. En iedereen is waarschijnlijk dood. Wie er in die bus zaten, de zogeheten schnabbelbus, is onbekend. Er is al ter plaatse een rampenidentificatieteam onder leiding van Peter Lussen. Hier Peter Lussen met het laatste nieuws over de ramp met de schnabbelbus. Aan de ene kant is het vreselijk, aan de andere kant valt het best wel mee. Er zijn alleen maar vervelende artiesten verongelukt. Hiernaast me staat, zeg maar even hoe je heet. Berdien Stendberg. En Berdien, heb jij je ook ouwe gedaan? Ja, heel erg. En naast je staat dat boos jongetje. Hallo boos jongetje, heb je je pijn gedaan? Hé, boos jongetje. Zeg eens wat, of ben je je tong verloren? Ja, ik geloof het wel. Wij zijn namelijk de enige twee overlevenden. Oh, nou ja. Goed. Ik ga even de zwarte doos zoeken. Welke zwarte doos? De zwarte goocheldoos van Hans Kazan. Oh, die. Dag, ik ben Sinterklaas. Oh, wat vind ik het erg dat er een ongeluk in mijn land moest gebeuren. Hier voor allemaal voor iedereen een speculage voor de schrik. Dank u wel, dank u, Sinterklaas. Dank u wel. Ho. Hier ga ik, Maaiwegge, een stokje voor steken. Er worden geen speculaties uitgedeeld op het moment dat ze... Nou, zeg meid, waar bemoei je je mee, trut? Ik heb hier een voorlopige lijst van slachtoffertjes. Saskia en Serge. Maus en McNeil. Jan Douwe Kroes. Oh, jammer, dan kan je hier geen aflevering meer van maken voor 12 steden, 13 ongelukken. Ik vervolg. Rob de Nijs. Joop Doderen. De tv-dokter. Berdien Stendberg. Nee, ik leef nog. Oh, nou, als ik op deze lijst afga, dan ben ik daar niet zo zeker van. Ik ga door. Frits Pom. Marcel van Dam. Ellen Blazer. Sonja Barend. Wieteke van Dort. Edwin Rutte. Ad Visser. Monique van de Ven. Oh, dat vind ik nou wel weer snel. Ina van Vaas. Mary Servaas. The Dolly Dots. Pia Beck. Danny de Munk. Paul van Vliet. Herman van Veen. Joep van het Hek. André van Duin. Ach, wat snel. En zijn vriend Wim van de Pluim. Oh, maar die Wim van de Pluim, dat is geen artiest, hoor. Nou, en hij staat op de lijst. Er zal een dag van nationale rouw worden afgekondigd... en een herdenkingsplechtigheid in de Rode Hoed. Oh, dat lijkt me nou wel weer leuk. Waarheen leidt de weg die we moeten... Waarvoor zijn wij op aard? Wie weet wat er is achter ster en
het ook niet waar die weg naartoe leidt, die we moeten gaan. Mensen, welkom hier allemaal in de Rode Hoed. Fijn dat u, collegaatjes, de laatste eer kon bewijzen. Even kijken. Ik ga het woord geven aan mijn collegaatje, Berdien. Berdien, go ahead. Dank je, Mieke. Ja, mensen, ik ben de enige overlevende van deze verschrikkelijke ramp. En natuurlijk dat boos jongetje, maar ja, die doet voor spek en bonen mee, dus daar hebben we het maar niet over. Ik wou deze bijeenkomst afsluiten met de laatste woorden van Ina Vervaas en Mary Vervaas. Ik zat namelijk schuin achterste in de snabbelbus en ik kon ze dus verstaan. Nou, luister. Ina Vervaas en Mary Vervaas zaten in de snabbelbus op weg naar Benidorm. En opeens komt er een vette mist opzetten. Zegt Mary Vervaas tegen Ina Vervaas. Hé, ik zie je vagina. Oh, sorry. Pop a stereo up.